deze categorie bij de eigen klasse van 5 jaar. De volgende rit is de start, eigen klasse van 6 jaar oud. De buitenkant was een hele goede start van Mick Dollevoeten. Maar ook wil de rijder uit Doelands, of het werkje gedaan, Julian Lemers, had er een hele goede start. Maar Mick kent de baan natuurlijk erg goed. En het pakt voorlopig plaats nummer 1. Die zit er dan nog 3 goed mee strijden. Dit is de 402 van Jurgen van der Haten. Jurgen van der Haten die heel dicht bij Julian Lemers zit. Maar Julian Lemers heeft even gas hier op dit stuk. En schuift door van 2 naar 1. Nee, aanval wordt afgeslagen door Mick. Mick op 1, Julian op 2 en dan op 3. Jurgen van der Haten. 4-2, Lin van Moksel. En de eerste 4 rijders van deze groepje gaan weer door naar de finale bij de eikenklasse van 6 jaar oud. En dan is het overwinning dus voor Mick Dollevoeten. Volgende rit, race nummer 3, eigen klasse 6 jaar. De eerste 4 van dit groepje gaat zich straks voegen aan de rijders van het ritje hiervoor. En zij gaan met de achterstraks uitmaken wie de eerste beker van het seizoen in de regio Zuid-competitie voor zich kan opwijzen in deze categorie. Wie pakt de eerste plek? Het is rijder Nuland 492. Oftewel Ryan Gevers. Ryan Gevers op 1, dan zien we de 3,97 van Renzo van Kaap op 2. De 4,97 Ruud van Zandvoort. 4,17 Femke Maas, dat zijn de nummers 1 tot met 4. Dan zien we ook nog op 5 en 6 meekomen Robin van der Puil en Bram van der Pas. Maar de eerste plek is weer voor de 4,92 Ryan Gevers. Eigen klasse van 7 jaar oud. En deze mannen hebben een halve finale. Dus de eerste 4 van dit groepje gaan door naar een halve finale. Wie gaat dat worden? We zien op top. In ieder geval door 467 denk ik van, ja, Milan de Haas. Hij ligt op de eerste plek. Dan zien we Denningen zitten op 2. Op 3 en 4 strijden ze zij en zij. De 418 van Kim Richters. Of een jaar in de laatste. Een jaar in de laatste komt net iets beter over die bult heen. En schuift door naar plek nummer 3. De vijfde plaats is in handen van Henry van der Donk. Kom je nog op te wijzen? Nee hoor. De eerste plek is een lijst voor Milan de Haas. Rit nummer 5 getrokken, ook jongens van 7 jaar oud. Begint daar 3 rijden, 2 rijden van. En het is Jan Kruijs op 1. Dan zien we daarachter de rijder uit Berken en Milan. Nee, Berken, Pijnen van Holland en Andy van Dakkel. Dat zijn de mannen af en rond 2 en 3. En het is Tijmen op 2 en dan Andy op 3. Dan zien we op 4 ook Kusti van Kustus. En op 5e plaats voor de 4-13 van Jari de Haas. Maar het is een 3-1 deze reed voor Jan Kruijs. Tweede plaats dus voor Tijmen van Holland. En de derde is voor Andy van Dakkel. Dan zijn we de volgende leesjes categorie, de eigen klasse van 8 jaar. Ook zij hebben een halve finale. En dan gaan we eens even kijken, we zien 4 keer Nuland staan, 2 keer Zandermalster en 1 keer Namorode. En het is Nuland hier op de top met 4,59, dat is Stier van Helvoort. Dan zien we de 4,77 van Max Viermans. Daar weer achter de volgende clubgenoot, Lars Zwanenberg. En de volgende clubgenoot, Mies Smits op plaats nummer 4. En wat is dan een motorslag hier voor die Nuland-rijders? Of gaat toch nog de 3,59? Van Yvonne Winters gaat die zometeen nog een aanval inzetten. Op de volgende plek, ze was er heel dichtbij. Stoot er even een trappetje af. Nee, hij moet toch genoegen nemen met plaats nummer 5. Rit nummer 9, eigen klasse van 8 jaar. Timo Windows, Tamara van Kampen, Sien van der Wetering, Renske van Antwoord, Jannik van der Veil en Bob van Bokstel. Dat zijn de rijders van deze groep, rit nummer 9. En het is Sien van der Wetering op 1. Dan zien we de 4,96, oftewel Renske van Zandvoort. Dan de 7,40 van Tom van Bokstel. Dan zien we Timo Windhout. En de 7,10 Jannik van der Veil op plaats nummer 5. En hij fietst steeds wat verder los. Sien van der Wetering lijkt een van de kandidaten te zijn straks voor het podium in deze categorie bij de eindklasse van 8 jaar. Rit nummer 10 is afgetrokken voor hun laatste kwalificatiematch in die eigen klasse categorie van 8 jaar.
En dat we zien wat de technische doelen voor goed hier op de eerste plek. Dan zien we op de tweede plaats is het Nick Lenus. Maar Nick gaat een aanvallertje inzetten om te kijken nog een plekje door te schuiven. Dat hij zeker is van die kwalificatie voor die halve finale. Gaat daar nog wat gebeuren? Nee, voorlopig lijkt die aanval af te slagen. Ze zijn door Kevin. En moet hij genoegen nemen met plaats 2. Dan op 3 is het de 115 van Tim van Rechteren. Gaat Tim dat volhouden? Ja, op 3 is het Tim van Rechteren. En de vierde plaats voor de rijder uit Gelderbals, genaamd Felix Eppen. Gaan we naar de rijder. Elke vereniging is hier vertegenwoordigd. Dus eentje uit Peerlijk en eentje uit Kiel. Eén uit Gelderbals, één uit Milan en één uit Amazone. En dat is het, de Nieland-rijder Boris van Gessel. Boris van Gessel, hier op de eerste plek. Dan zien we de 28, oftewel Jochem van Alenbeek. Dan zien we die goede verhaal op nummer 3. Dan zien we Kalle Verwijk op 4. En de 7-29, Lars Verkeulen, voorlopig nog op plaats van Roosbeek. De eerste 4 gaan we verder. Lars, je zult er, ik weet niet wat je in de andere 2 rit hebt gedaan. Maar dan zal het een hele moeilijke opgave worden. Maar er rit ook jullie dus voor in deze klasse, Boris van Gessel. Race nummer 13-9-jarige. Twee rijders uit Nieland, twee uit Bellicum, twee uit Amazone. En wie is dat top? Het is de Amazone. De kind van Antoine Blankers is hier op de eerste plek. Dan gaan we zo zien als ze uit de tweede bocht komen. Ja hoor, het is Antoine Blankers op 1. Dan zien we Rick van der A. Rick van der A. En daar zit er nou een keer iemand tussen, Henry Jansen. Want Rick van der A staat daar rijden meestal in elkaars achterwieltje. En daar komt de aanval van Henry Jansen, die schuift door een plekje naar plek nummer 2. Dus we zien hier op 1 Blankers, 2 is Jansen. De derde plaats is voor Rick van Aar en de vierde plaats is voor Stijn Pel. Laatste groepje, eigen klasse, 9 jaar. We zagen daar aan de buitenkant de stand van Mark Drenthe. Maar daar aan de binnenkant zit hij nog vanuit andere zonen. Dat zal zijn, we zullen zo even kijken. Met 744 is het Gijs Adriaanse. Gijs Adriaanse op 2, daarachter zijn clubgenootje Tom van Hattem. Maar ook heel kort bij de 88 en de 326 van Mila Kool en Tim van Doorn. En hebben ze allemaal al gehad, zijn ze er nog dan weer door. Dus Mike nog steeds op 1, maar Mike van Kossen van Gijs komt steeds niet voorbij. Dan gaat wellicht nog een aanval inzetten in die laatste bocht. Of neemt hij genoegen met 2? Nee, het is Mike nog op 1. En de vierde plaats is en blijft voor de 749 van Tom van Hattem. Race nummer 15, we gaan naar de eigen klasse van 10 jaar oud. Daar zien we iemand naar voren schieten met een schiertje aan de rand. Even kijken. Volgens mij Martijn van Rechter. Ja, Martijn van Rechter zit op de eerste plek. Wie zit daar kort bij je? Daar komt gaat gelijk een aanval in zetten. De 409 van Roy van Doorn. Daar ook heel goed bij zitten de dame in het gezelschap. Britt Koemans, dat zijn de nummers 1 tot en met 3. Dan zien we op 4 Tristan van der Brink. Zwaar in gevecht met de 736 van Jasper Kaarsjager. Dat zijn de nummers 1 tot en met 5. En gaat aan de hand veranderen. Nee, dit is en blijft de uitpak. Ritoverwinning voor Martijn van Rechteren. Race nummer 16. Is voor Fokker ook eigen klasse van 10 jaar. De jongens hebben een finale en gaan de samen met die rijders uit. En dit hier voor de beste 4 daarvan uitmaken. Die op het hoogste gevoel wat staan van het podium. Straks bij de prijsuitreiking in deze categorie. Het is Hoogakker en op 1. Dan zien we daar kort achteraan zitten Ruben van Eekeren. Dan zien we de 58. Het is Harms Wilders, maar ook heel dichtbij de Jasper Vink vanuit Geldermalsen. En ze zijn inmiddels alweer door de laatste bocht heen. En dat lijkt een ritoverwinning te worden voor Corné Hoogakker. 2 Ruben van Eekeren. 3 is voor Kevin van den Berg. En de 4e plaats voor... Gaan we door met de eigen klasse van 11 jaar. Met Roor van Toren, Miron Wagerman, Tom van Kaart, Mark Heenzakker, Michael van Luijsen, Niels Hobo en Bart Adriaanse. En de eerste plek is voor de 451. Oftewel Tom van Kaart. Dan zien we de 717 van Niels Hobo. Dat zijn de nummers 1 en 2 voorlopig in deze categorie. Dan zien we ook op de derde plek meekomen Michael van Leijsen. De 4 is in handen van Bart Adriaanse. De Bart moet oppassen, want dat komt een aanval aan voor de rijder van Nieland. En die kunnen we net niet helemaal afmaken. De 5e plaats is voor Nieland Wagerman.
Volgende categorie, eigen klasse. Volgende groep zijn de eigen klassen van 11 en 12 jaar. Met Naomi Otter, Michelle Lacombe, Demi Jansen, Lieke Maas, Isa van Linter, Demi van Bergen en Anja Jacobs. We zien de 478, Isa van Linter op top. Dan zien we de 465, Lieke Maas. Michelle Lacombe zit ook tussen, dat doet dat wel, Tim. Steek door van 3 naar 2. Even kijken of daar nog wat gaat gebeuren. Want ze zit aan de buitenkant, Lieke zit op een slechtere plek. Maar gaat daar naast zitten, komt er. Nee, het is Michelle Lacombe op de tweede plaats en Lieke Maas op slag nummer 3. Eigen klasse van 13 jaar oud met Erik van der Wiel, Larry Joonsens, Juri Nederkoorn, Max Hoto en Erik Bogers. En het is Erik van der Wiel. Erik van der Wiel aan de leiding. Met in de toezocht de nummer 439. Oftewel Juri Nederkoorn. Dan zien we de 718 van Marco en die wordt er op zijn hoed gevolgd. Het schip lijkt in deze ronde te moeten gaan komen voor Lewin Janssens. Bij die klasse van 13 jaar, Ritter Winning, voor de nummer 36, Erik van der Wiel. Volgende groepje, eigen klasse van 13 jaar, race nummer 22. Met Kevin van Dappel, Kevin van Uden, Romano Blok en Niels van Dappel. En de eerste plek in handen van Kevin van Uden. Kevin van Uden hier op de eerste plaats. Dan zien we de 741 van Romano Blok en Niels Verstappen. Dat zijn de nummers 1 tot nummer 3. En Kevin van Dappel neemt vroeger met plaats nummer 4. Een ritoverwinning wederom voor Kevin van Uden. We gaan met de eigen klasse meisjes van 13 jaar en ouder. Gaan we verder met de mannen van eigen klasse 14 jaar en ouder. En deze van de Stijn heeft weer een startje. En hij heeft daar een grote gemaakt als de laatste keer voor de eerste kop. Weet dat we produceren en pakken in de leiding in deze categorie. We zitten er achter. Dat is Van Doesburg met 395. En dat is Danny van Doesburg. Dan zien we Henk Heertjes op plaats nummer 3. En op de vierde plaats is het voor Bart-Jan Onink. Dat zijn de vier mannen. En volgens mij waren dat de andere ritten ook. Waardoor zij zich met z'n vieren waarschijnlijk gaan kwalificeren voor die finale rit. Bij die eigen klasse van 14 jaar en ouder. Rit nummer 25. Ook hier vier man gaan straks door. Naar die volgende ronde. Terwijl de finale in die oudste leeftijd gaat doen. Wie zit er dan op kop? Dat is de 393, oftewel Dylan van Doesburg. Dylan van Doesburg met de achteraar van Grinsven. Dan zien we ook Wesley van Bergen en Jordi Jansen. Dat zijn de nummers 1 tot en met 4. En Ramon Willemsen op 5 gaat zitten kijken of hij nog een aantal verplaatsen. Dus zit hij heel keurig in die laatste bocht. Schuift door naar 4, waardoor de 5e partij is voor Jordi Jansen. Zijn vertrokken in de laatste kwalificatierit, motto nummer 3. En volgens mij van Dipper, dat ik aan de leiding. We zullen zo meteen zien wat voor het derde stuk hier opdraaien. Het is de 479 van Ton van Dipper. En op zijn voet gevolgd door Juan van Schijndel, nummers 1 en 2. Dan zien we daar ook op 3 gekomen. De 422 van Patrick van Kessel. Stefan Belmer is het op 4. En volgens mij waren die mannen ook de hele tijd op plekken nummer 1 tot met 4. Te vinden. En helaas stond al te doen voor de nummer 5 hier van Kelderwolse, Willy van Doesburg. Volgende rit van start, de volgende groep van de cruisers. Die heeft dan de beste start. Ik zie allemaal Milan. 1 op 3 van 1 op 3 4.